Welkom terug bij Café Tinto. Dan ga ik nu in gesprek met Alex en AD Ophof. En zij hebben wel een heel bijzonder verhaal te vertellen. Alex werd geboren met de helm op. En dat is in sommige kringen de gedachte. En dat is zeg maar dat het kind geboren wordt met de vlies over het hoofd. En dan wordt er gezegd, ja, maar dan heb je wel een bijzondere gave. Dan kun je bepaalde dingen. En daar wordt dan geloof aan gehecht. Het bijgeloof is dat je dan de gave van helderziendheid hebt. Nou, zo werd hij in die wereld eigenlijk geïntroduceerd. Ja. Alex, jouw ouders geloofden het ook dat dat zo was? Ja, want eigenlijk van huis uit waren we katholiek. En of voor hun doen en laten waren ze gelovig. Alleen mijn vader en moeder waren bezig met helderziendheid, magnetiseren, spiritistische dingen, dus het oproepen van geesten. En ja, toen ik geboren werd en 7 jaar oud, ik heb dat ook al eerder getuigd, was het zo dat op een nacht kreeg ik een droom. En ik werd als het ware wakker gemaakt. En ik ben toen als het ware slaapwandelend naar het bed van mijn moeder gelopen. En mijn moeder heette Mina. En ik liep zo naar het bed van mijn moeder toe en ik pakte haar bij de schouder. En ik zei, wakker worden Mina, je vader is overleden. Wakker worden. En nog geen uur later stond de broer van mijn moeder stond aan de deur bij ons. En belde aan. En we hadden het oude huis in Deventer. En mijn moeder deed het raam open. En keek naar beneden. Dus haar broer die keek naar boven en zegt, Mina, kleed je maar aan. We moeten weg, want pa is dood. Nou, en omdat hun daar zo helemaal vol van waren en mee bezig waren, dus kreeg ik al gelijk een stempel opgedrukt van, nou, Alex is bijzonder. Alex heeft gaven van God. Alex dit en dat. Nou, en toen, omdat ik heel veel dingen al als kleinkind zag. Echt, als ik op bed lag, zag ik zo vrouwen afdalen. En het was ook niet griezelig of wat dan ook. Maar dan zag ik dat voor mij. En dat vertelde ik dan aan mijn moeder. En mijn vader die haalde grapjes uit. Want die deed dan soms een laken over het hoofd. En ging dan voor de slaapkamerdeur. En dan werd ik echt heel erg bang gemaakt. Mm-hmm. Maar men heeft men toen meegenomen naar een zekere meneer Spree uit Den Haag. En dat was dan een wazige helderziende die door heel Europa ging. En heel bekend was op dat. En die kwam toen in Hotel de Wereld, wat je vroeger had in Deventer. En hebben ze mij meegenomen als klein kind daar naartoe. En ja, ik kwam binnenlopen daar, hij zag mij in de verte. En ik moet eerlijk zijn dat alles wat hij gezegd heeft tegen mij is in mijn leven gebeurd. Hij zag mij eerst getrouwd met een blonde vrouw en daar zou ik van scheiden. En ik zou in de gevangenis komen wegens allerlei criminele toestanden. En hij vertelde mij dat ik een donkere vrouw zou krijgen en van Deventer richting het zuiden zou gaan. En dan zou ik mijn rust vinden. En dan zag hij mij in één keer in hele grote zalen staan, spreken voor mensen en mensen helpen. Dus mijn moeder was hartstikke trots dat dat gezegd werd. Want Alex zou die grote helderziende magnetiseur worden in de familie. Ze zag gewoon een soort carrière voor je. Ja, ja, ja. En ik weet niet of ze er nu nog doet, want sinds ik christen ben geworden heb ik geen contact meer. Maar in diezelfde tijd had ik een zuster, die heette mevrouw Van Ewijk in Deventer. En zij is nu nog steeds, of als ze dat nog doet, is nog steeds een van de grote bekende helderziendes daar in die stad. En ik ben met die hele wereld opgegroeid. En hoe ouder je wordt, hoe meer dingen je gaat waarnemen, meer dingen dat je gaat zien. En, wat doet dat met je als je dat soort dingen ziet? Want volgens mij, het is op dat moment, als je ermee bezig bent, dan krijg je een soort hoogmoed. Want je hebt macht over mensen. Ja. Hè? En ik heb later problemen gehad met mijn familie, want ik ontdekte dat die waarzeggerij dat niet van God was. En wat iedereen had mij geleerd, gaven van God, gaven van God. Ik ben 8 december jarig. En bij de katholieke kerk is dat Maria onbevlekt ontvangen is. Dus ik was volgens mijn moeder een Maria-kind. Als ik problemen had, dan moest ik bidden tot Maria. Maar ik bad en er gebeurde nooit niks. Dus ik was daar heel snel mee klaar. En toen ik een jaar of 20 was, leerde ik mijn vrouw kennen. En toen kwam ik in Zutphen te wonen. En dan had je een spitaalziekenhuis met een psycholoog die Kettering heette. En ik had wat problemen met mezelf, want ik kon alles niet plaatsen. Dus hij ging met mij praten. En hij gaf les aan de Harvard Universiteit in Engeland. En hij wou die dingen onderzoeken. Dus ik werd in een kamer gezet. En terwijl ik in een kamer zat, keek ik recht vooruit. En er werden mensen die liepen dan daar langs.
En die bleven daar staan en dan keek ik ernaar. En dan zei ik, oh, die mevrouw die heeft een tumor. Oh, die heeft een hernia. Oh, die heeft dit, die heeft dat. En zo had ik al die testen, dus bij de GAK. En dat klopte? Jazeker. Dus ik heb alle, dat wil ik net zeggen, alle herkenningen van mij van toen liggen nog steeds bij de GAK. Nou, en toen kwam ik dan in contact met die Indische occulte wereld. En terwijl ik daarmee bezig was, begon ik helemaal te veranderen. Dus ik moest 3 dagen vasten, 3 rozen meebrengen. En dan werd ik gebaat en met een kris over mijn rug ingezegend. En ik had een kris, dat is een soort zwaard. Indisch zwaard is dat, ja. Waar dan echt demonische krachten aan toegeschreven wordt. En ik wist op dat moment helemaal niet waar ik mee bezig was. Want hij zei tegen mij, wat voor geloof heb jij? Ik zei, katholiek. Hij zei, breng je Bijbel maar mee. En het was zelfs zo dat als ik klaar was met dat vasten, dan moest ik mijn ogen dicht doen en dan moest ik mijn Bijbel zo pakken. En dan moest ik bidden tot God, van God, wat is voor mij? En dan open, en dan waar dan mijn oog op viel, dat moest ik dan aan die doekoen geven. En dan wist hij waarschijnlijk precies datgene wat er in mijn leven zou gebeuren. Dus ik ben toen zo ver gegaan dat ik, vooral de mensen die kijken uit Indonesië, die weten heel goed waar ik het over heb. Dus ik ben echt tot aan de top. Bij de Manadonese mensen ben ik destijds opgeleid. 40 dagen vast, alleen 's nachts 0,5 liter water. En wat ik op dat moment niet in de gaten had, is dat je wordt echt door die krissen helemaal in bezit genomen. En die demonen, die komen in jou. Die gaan gewoon over jou, in jouw leven. En op het moment dat dat mij gebeurde, toen begon ik compleet te veranderen. Ik begon met vrouwen te stappen terwijl ik getrouwd was. Heb ik dochter hadden die invalide had. Ik sloeg alle hoeken van de kamer door. Echt waar. Adé, hoe merkte jij dat hij agressief werd? Hij was agressief. Maar hij zat gewoon met de geest die in hem zat gebonden. Zeg ik maar. Was hij het niet zelf, maar waren het die geesten die... geest in hem die hem verkeerde dingen gaf. Ja. Maar het is wel zo van, hij heeft het nou allemaal over die dingen. Hij heeft een hele tijd moeten genezen om er vanaf te komen. Dus vandaar dat het ook heel moeilijk is om nou met die psychische mensen... Want het is een psychische ziekte feitelijk in de mens gekomen, wat de boze uitwerkt. Nu heb je zoveel mensen die ook psychisch gebonden zijn. En de laatste tijd hebben we vaak, want we hebben dan ook een bijbelstudie of een gebedsavond, 1 keer in de week, donderdags bij ons thuis, waar mensen allemaal in de knel zitten. En wij vragen, Heer, wilt u ons onderscheid geven of het echt psychisch is of dat het gebonden is door... Ja, dat klinkt als dat je nog steeds een soort helderziend bent, maar dan dat is juist wat ik nu de laatste tijd heel veel merk. Ja? En dat zeg ik wel eens tegen Alex, van Alex, wat jij vroeger deed, ja, zie ik heel veel bij christenen terug. Dus niet omdat ik oordelen wil, maar ik zeg, wij hebben geleefd in die wereld. En nu willen christenen al voorspellen wat God in jouw leven gaat doen. Weet je wel? En dan heb ik iets van, dat is zo gevaarlijk. Want je kunt profetieën over je krijgen, je kunt van alles over je heen krijgen. Dat ik zeg van, jawel. Maar als God jou iets te vertellen heeft, zal hij dat niet persoonlijk doen? Ja, precies. Dus dan hoef je niet meteen naar een ander toe die allerlei dingen over jij je uitspreekt. Jij hebt het gevoel gehad voor het AZC. Je hebt het in God gebed zelf aan jou gegeven. Heb je in gebed gelegd. En God gaat het doen als hij het voor jou echt werkelijk vast heeft gelegd. Maar niet om te zeggen van, hier, hij AZC, ga maar naar de mensen. God legt dat vast. Dat zaadje legt hij bij je neer en dat zal uitkomen. Ja. En dat zeg ik ook wel eens. Heer, geef ons wijsheid om onderscheid te krijgen op dat geestelijke vlak en op demonische vlak. Ja. Dat kan heel erg door elkaar lopen. Ja. Of laten we daar alert op zijn, ja, zeg je. Dat is heel erg een goed moment. Alex, vanwege de tijd moeten we denk ik ook wat inkorten.
Je was behoorlijk agressief. Op een bepaald moment was je op weg om iemand te vermoorden. Om te leggen. Ja. En dan is er een buurman. Ja. Die gaat voor jouw auto staan. Ja. Wat een lef van die gast. Ja. Want volgens mij had jij op dat moment had je een wapen op zak, of niet? Ja, ja. Ik handelde in wapens. Ja. En ik had een droom gekregen dat die tovenaar die mij had opgeleid haar wou verkrachten. En door de problemen van dat eerste huwelijk wat kapot was gegaan, draaide ik compleet door. En dus op de avond dat ik dan op weg ging om hem te schieten, zat ik helemaal kapot in mijn auto. En hij kwam naar buiten lopen. Hij klopte op de auto en ik had hem bedreigd. Als je één keer met mij over Jezus praat, dan maak ik jou dood. Want zij was al tot geloof gekomen en hun gingen bidden en bidden en bidden. En hoe meer hun gingen bidden, hoe meer ik in de problemen kwam. Weet je, want God begon te werken. En licht en duisternis, dat gaat niet samen. Dus ik begon haar te slaan en te schoppen en al het hele huis kapot te slaan. En hem had ik gewaarschuwd. En die avond dat ik weg wou om die man te schieten, te liquideren, kwam hij naar de auto. Hij klopte op de auto en zei, Alex, als je weggaat, je verliest alles. Je verliest je vrouw, je verliest je kinderen. Je gaat 20 jaar de gevangenis in. En toen begon hij met mij over Jezus te praten. Maar ik was zo vol met duisternis, zoveel demonische krachten die in mij zaten. En hij keek me alleen maar aan en ik begon helemaal te shaken, zo te schudden. Weet je? En toen heeft hij dus de kerk gebeld in Deventer, Thomas Zagstreum. Hij was ook een vriend van mij. Ik kende hem van vroeger op school, weet je. En hij is toen s'avonds met zijn vader en 4 mensen gekomen. En toen heeft hij mij de vraag gesteld van, wil je kiezen voor Jezus, weet je? Maar ja. Ik had echt zoiets van, dat is allemaal flauwekul, dat hoeft niet, weet je? Maar nog even de vraag, die buurman die komt naar buiten. Ja. Hoe wist hij dat je onderweg was? Dat weet ik niet. Ik dacht eerst ook, toen, dat heb ik ook gezegd, ik dacht eerst dat hij ook helderziende was. En magnetiseur, ik denk, hoe weet hij dat nou? Maar dat had mij gezien met die riotgun in de auto. Dus toen had ik zoiets van, hoef ik niet meer te rijden. Want dan wordt er gebeld en dan zit ik vast. En dan heeft mijn hele alibi heeft niks meer te betekenen, weet je. Ja. Nou, en die avond dan, dat hun kwamen. En toen was ik ook opstandig. Want ik geloofde nog steeds dat die helderziendheid, wat ik deed en waar ik ook mensen mee hielp in die tijd, dat echt van God was. En toen zeg ik tegen hem, nog flauwekul man. Hè? Ik ben als kind zo geboren. Ik heb nooit wat verder verkeerd gedaan. Ik wou alleen maar mensen helpen, weet je. En goede dingen voor de mensen doen. En hij zegt, het is van de duivel. Dus ik werd ook nog opstander. Ik zei, nou weet je wat, als het van God is, als het wel van God is, dan hou ik het. En als het niet van God is, dan is het weg. Nou, en toen zei hij, dat is het deal. Dat ga ik aan. En ik ging staan tussen hun en ze deden moest ik het zondagsgebed nabidden. Hè, van dat je uitspreekt van Heer Jezus, u alleen bent mijn Heer. En ik begon dat te bidden. En ik stond er tussen zo en ik was gewoon gloeiend vuur, kokende olie. Terwijl ik zo stond, kwam onder in mijn benen. En 's avonds 6 uur was dat. En terwijl ik zo bleef staan, die kokende olie, die kwam naar boven, naar boven, naar boven. 's Nachts om 12 uur, ik was helemaal schoongebrand. Ik stond helemaal zo, ik kon helemaal niks meer. En toen viel ik als het ware tegen die bank aan. En de dag daarna, toen stond ik op, ik rookte, ik deed van alles wat God verbood. Het was allemaal weg, ik kende me helemaal niet terug. Ik stond voor de spiegel te kijken, wat is er godsnaam met mij gebeurd? En ik kreeg mensen voor die helderziendheid, had ik net afgesproken. Heb ik gewoon allemaal weg moeten sturen, want ik kon niks meer. Ik zag niks meer, ik kon niks meer vastpakken en voelen. God die had me echt zijn kracht laten zien. Hè? Er was ook een woord wat ik kreeg, hè? In die tijd van, ik ben de Heer, ik buig alle knieën. En Alex was christen geworden. Maar wat het inhield, dat wist ik niet. Nou, maar ja, de boze was heel boos. Hij op dat moment niet? Want je had natuurlijk een klantenkring. Ja, natuurlijk, maar die heb ik gewoon allemaal weggestuurd. Van, ik ga je niet voor de gek houden. Nee. Nou, en dat was het conflict wat ik met mijn zuster kreeg. Van, heb je wel in de gaten wat je kapot kunt maken bij mensen door je heldere ziendheid? Er komen mensen met huwelijksproblemen en alles meer. En als jij niet zeker bent dat wat je ziet, dat echt is. En ik zou tegen haar zeggen, stel haar man die werkt in een ploegendienst. En ik zeg, is die man wel aan het werk? Is die niet bij een andere vrouw? Is die niet dit? Is die niet dat? Maak je gewoon gezinnen kapot? Maak je gewoon huwelijken kapot? Dus ik kwam bij mijn moeder en vader. En toen zei ik zo van, ik wil niets meer horen over helderziendheid. Ik wil er niets meer mee te maken. Ik ben christen geworden. Nou, toen zei mijn moeder van, eruit. Ik hoef je nooit meer weer te zien. Is ook gebeurd. Zelfs toen ze overleed, heeft ze gezegd van, ik heb hem 10 jaar niet gezien. Hoeft hij ook niet achter mijn kist te lopen. Dus ook achter dat christen worden zat ook een plaatje, weet je.
Maar ook na dat christen worden heb ik zeker nog 10 jaar nodig gehad om echt vrij te komen. Echt, ik ben naar bijeenkomsten geweest waar voorgangers stonden. Die zagen mij binnenkomen lopen. Die durfden niet eens voor mij te bidden. Zo bang waren ze. En terwijl ze de mond vol hadden over de autoriteit van Jezus. Dus ik heb een hele moeilijke weg heb ik moeten lopen. En dan plotseling, 7, 8 geleden, dan merk je van, hey, door een woord van iemand die zegt, je moet je afdekken onder het bloed van Jezus, dan ben je onaantastbaar. En dat was eigenlijk de omkeer dat Alex weer Alex werd, snap je? Terwijl ik overal op straat, want ik kon mijn mond niet houden. Ik begon te praten en te praten en te getuigen, weet je. Dus, ja, en wat AD toen straks zei ook, van, soms begrijpen mensen mij niet, hè. Want kijk, doordat ik uit die wereld kom, ik voel gewoon als ik ergens kom, dan voel ik gewoon, dit is duister of dit is licht. En als je echt bij ons een keer zou komen kijken thuis, dan zie je gewoon mensen die zelf in de bediening staan. En die komen dan en we beginnen de Heer te zingen en te loven en te prijzen. En Gods geest gaat aan het werk. En dan in één keer komen daar dingen bij die mensen naar buiten. En al die mensen zeggen dan, nou, ik had nooit gedacht dat ik dat bij mij had. Weet je? Mm-hmm. Dus we zijn al zo lang samen aan het bidden voor mensen van, Heer, geef ze onderscheid van geest. Heer, geef onderscheid van geest in uw kerk. Ja. Weet je? Ja, want dat is wat ja. AD net zei. Ja. Dat je ziet ook dat er in de kerk mensen eigenlijk allerlei dingen willen weten, een soort helderziendheid claimen. En daar, dat is een gevaar, AD? Nou, ik vind het een gevaar. Waarom mensen die worden iets gezegd en daar ga je alles wat je gezegd wordt, daar ga je op leven. Ik zeg, net als dat je eten krijg je voor je. En als je geen eten krijgt, dan kun je niet leven. Dus net als dat geestelijke woord, wat ze dan geestelijk noemen, dan zeg ik van, mensen moeten dubbel zo goed nadenken wat ze naar mensen zeggen. Ja, want het kan uit. Ook, dat spreek je uit, ja. Want je kunt zeggen van dingen over mensen heen, de tong. En mensen gaan ermee leven. Mensen gaan erover in. En dan zeg ik altijd van, je moet opletten wat je zegt. En dat zeggen wij ook heel vaak. Dat we opletten hoe we naar andere mensen praten. Want mensen pakken het geestelijk op. Mm-hmm. En die kunnen er heel diep in gaan. En dan zeg ik, om mensen te helpen, geef een vrolijk woord. Geef een blijdschap. Een lach. Een geintje. Ja. Wijs ze op het woord van de Heer. Ja. Dat men dat leest. En alleen dat. En geen en niet van, de Heer maakt mij duidelijk dat je morgen een Mercedes krijgt. Want God geeft jou geen Mercedes. Maar dan ga je de verkeerde kant op, weet je. Ja. Dus God is een en zo zie ik mijn Heer. Weet je, er werd mij toen gevraagd, hoe zie je Jezus? Nou, ik ben nu vanaf 82 heb ik de Heer leren kennen. En we zijn nu 38 jaar en we zijn bijna 35 jaar verder. Maar mijn liefde voor Jezus zit nog steeds hier. En die groeit ik heb niemand eruit gehaald, ondanks dat we door zeer diepe dalen zijn gegaan als gezin. Weet je? En daardoor weet ik, als God ons vast heeft. En de Bijbel zegt, hij laat ons nooit los. Of het werk wat ik in u ben begonnen, zal ik volleindigen. Jezus volbrengt dat, weet je? Maar we moeten wel bij hem blijven. En we moeten wel waakzaam zijn. En we moeten wel opletten dat we echt christen zijn. Niet met de mond, maar dat we werkelijk de Heer Jezus hebben aangenomen als onze verlosser. Weet je, en als ik dan nu naar mijn eigen kijk, ja, als je vraagt aan mij, wat heeft hij dan veranderd? Ja, dat is dat huilen nou, weet je. Vroeger had ik een hart van beton, kon ik zo'n pistool pakken. Zeg je, ja. En nu zie ik iemand langs de straat liggen en de tranen lopen me over de wangen. En mijn hart wordt bewogen, weet je wel. En dan denk ik, hier, geef mij die spullen om die mensen te kunnen helpen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Jezus is liefde en hij is onveranderlijk. Maar wat ik wel zie is de afgelopen 30 jaar de verandering in het geloof in Nederland. En daarom ben ik zo blij met de actie die deze vrouw doet. Ik heb vaak gezegd, en mensen lachten dan, maar ik heb vaak gezegd, ik geloof niet in een hemel met een ANWB-bot erin. Katholiek rechts, protestant links, gereformeerd rechtdoor. Weet je, zoiets. Ja. God kijkt naar ons hart. Ja, en niet en wat voor plaatje en wat voor naam we eraan plakken. En het labeltje wat wij hangen. Flauwekul. Ja, ja? Precies. Als we maar oprecht en eerlijk naar God zijn. En dat is mijn Jezus. Wat is jullie beide gebedspunt voor de kijkers? Dat men teruggaat naar Gods woord. Gods woord. De eerste liefde die je hebt en de eerste liefde. Ja. En eens.
eenheid onder de christenen en minder roddel. Ja. Dat de liefde, de eerste liefde, terugkomt onder elkaar. Ja. Ja, wat AD ook zegt, let op je tong, hè, wat je zegt. Ja. Daar kun je enorme dingen mee aanrichten. Ja. Samen terug naar het woord van God. Ja, ja. Ja. Daar de basis. Dank jullie wel voor jullie getuigenis. De gebedspunten die zijn genoemd. Manuela zei dat de bezoekers van het kerstspektakel van 14 december in Alkmaar, in het AZ-stadion in Alkmaar, worden geraakt door de boodschap. En Sarah zei, ik hoop echt dat het licht van de Chanukka ook zal schijnen bij die mensen die het via de media horen. En dat dat gezegend zal worden. Dank jullie wel voor jullie bijdrage deze morgen. U bedankt voor het kijken. Neem de gebedspunten mee vandaag. En we hopen u morgen weer te zien. Dan gaat het over dementie. Graag tot dan.